In het Duitse Kaiserslautern komt een soort lokale versie van Strijp S. Het is een plan van de Eindhovense architecten van Atelier To The Bone in samenwerking met collega-architect Jeroen van Poppel. Met het plan hebben ze de Europese ontwerpwedstrijd Europan 12 gewonnen. Wat het leuk is in Kaiserslautern aan de vraag die daar gesteld is, is een heel groot terrein opnieuw vormgeven. En wij geloven niet dat dat op die manier kan. Je kunt niet van buitenaf zeggen, zo moet het worden. Uh, maar als je heel veel mensen enthousiast moet krijgen voor dat terrein, moet je ze ook de kans geven om dat zelf voor een deel vorm te geven. De ontwikkeling van het oude fabrieksterrein van naaimachinefabrikant PFAF doet denken aan Strijp S hier in Eindhoven. Een beetje, een beetje. Uh, de gebouwen zijn veel ouder. Uh, dus daar moet eigenlijk meer aan gebeuren. Maar wat ze op Strijp heel goed hebben gedaan, is uh, kijken naar de mensen die langzaam uh, het terrein gebruiken. En dat zijn eigenlijk in het begin mensen die helemaal niet zoveel nodig hebben. En dat betekent dus ook dat je niet enorm veel hoeft te investeren. En dat is op Strijp heel goed gegaan. Dus je, je kunstenaars en uh, uh, ja, de eerste jonge ondernemers. En als je die groep enthousiast krijgt, dan gaat het gebied leven. En dan zorgen andere mensen weer dat ze daar als reactie op ook hun inbreng in het, het terrein willen uh, creëren. Dat gaat echt om dit hele gebied. Wat dus ook ja, bijna net zo groot is als, als strijp. Uh, heel veel lage hallen erop. Dus wat wij ook gedaan hebben, is het gebied uh, heel erg opgedeeld. Ik kan dat ook even laten zien in onze inzending. Dit is een poster van de inzending, waarbij we eigenlijk hebben uh, uh, aangegeven. Hoe de gebieden wat voor staat ze zijn en welke we als allereerste willen gaan uh, gebruiken voor die, uh, ja, de kunstenaars, de jonge ondernemers die dus uh, wat ontdekkender zijn. En hoe dus van binnenuit dat terrein langzaam meer uh, karakter kan krijgen. Eind januari krijgen de architecten de prijs officieel overhandigd. Die bestaat uit een geldbedrag, maar ze mogen zich ook met de daadwerkelijke invulling van het terrein in Kaiserslautern gaan bemoeien.